luisteraar. We zijn hier live in de Bethlehemkerk in Amsterdam-Noord. Studio 150. En we hebben hier een livestream voor de Keep an Eye Foundation. Die is iedere donderdag aan het einde van de maand. En we zijn ontzettend vereerd dat wij deze maand mogen doen. Wij zijn Maartje en Kiene. En wat hebben we live spelen gemist, jongens, in coronatijd. Geen enkel festival waar we mochten komen. En daarom beginnen we deze uitzending met al onze hoogtepunten op het gebied van buitenkunst. Kunst in de vrije natuur. Kunst die we allemaal hebben moeten missen in deze periode van livestreams. En dit lied is een ode aan onze beste ervaringen met kunst in de vrije natuur. Ik hoorde elektropop in een duinpan. Zag Shakespeare tussen de bomen. Ik zag een lichtkunstwerk wat licht geeft. Door bacteriën uit de modderige bodem. Ik zat 2 uur lang in een stromende regen op een houten bankje te kijken naar 3 dansers die niet dansten. Nee, ze bewogen op muziek. En ik dacht, zo mooi, zo puur en ongerept. Zo waar en vol eenvoud, zo terug naar de kern. Ik zag een man, een andere man aaien met een prei. Ik zag een groep met veganistische Franse steltlopers. Met een stuk over het menselijk onvermogen om te communiceren. Het was echt prachtig. Het was al 3 uur heen fietsen. En het begon volgens mij om 6 uur 's ochtends. Daarom waren er nog kaartjes. Ik zag een naakte man urenlang door het ijskoude water drijven. Met zijn krimp als metafoor voor het existentiële verlies van diepgang in deze moderne maatschappij. En ik dacht, zo mooi, zo puur en ongerept. Zo waar en vol eenvoud, zo terug naar de kern. Ik zag 10 kabouters rondrennen in de wei. Nou, drugs is niks voor jou, Maartje. Ik zie miljoenen plastic bekertjes op een verlaten festivalterrein. Man van middelbare leeftijd zit vaak thuis in zijn woonkamer te kijken naar livestreams in plaats van naar buiten gaan. Maar nu zit hij midden in de nacht, staat hij dronken op echo-sandalen te pissen tegen een tent. Onze tent. In een explosie van goudgele stralen tegen het zachte maanlicht. En ik denk, zo mooi. Zo puur en ongerept. Dank jullie wel. Afgelopen winter waren we 2 maanden in Noorwegen om een documentaire op te nemen voor de NTR. En Kine is Noors, dus we zaten in een berghut van haar ouders. En hier in Nederland was het avondklok in ellende. Nou, dat was zo'n heel raar contrast inderdaad, want wij zaten in zo'n prachtig winterparadijsje met alleen maar sneeuw en rendieren om ons heen. En dan zag je de beelden van het NOS-journaal en dan had je natuurlijk protesten op het Museumplein en politiepaarden, heel veel boze, bange mensen en de HEMA in Ude, die werd geplunderd. En als de HEMA in Ude wordt geplunderd, dan weet je wel hoe laat het is. En wij zaten in dat sneeuwwitte wonderland. Toen schreven we dit liedje. Weer vergeet. Leg je handen op mijn oren. Leer me lachen om mezelf. Voordat ik mijn laatste oordeel over anderen heb geveld. Zoek met mij de juiste woorden.
Vlak voordat corona echt uitbrak, waren we gevraagd door het Amsterdams Kleinkunstfestival om een vervolg te schrijven op De Clown van Ben Kramer. En daarvoor mochten we langs bij Ben Kramer. En dat was een heel bijzondere ontmoeting met een hele bijzondere man. Ja, hele bijzondere man. En geïnspireerd door De Clown en door Ben Kramer zelf, hebben wij dit voor volgeschreven. En als je een beetje kent, oh, ik ken al De Clown, dan mag je nu vanuit je woonkamer meezingen. Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Ja, hij was maar een clown, en nu is hij dood. Kende enkel de weg van de keuken naar de deur. Ze zocht fanatiek een artistiek type, iemand tegen de sleur. Acrobaten, dansende beren, een vrouw met een baard. De clown die haar ving met zijn blik, ze voelde een magische klik. Het licht, Antoinette, doe mijn linde vol. Dan gooit hij zijn nest, mist zes keer expres, waarna hij haar boezem doorboort. Ah, 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 het publiek gilt om weer. Ah, 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 bis, bis, ja, nog een keer. Het circus spreekt op, het circus gaat door. Geen mens die haar vond, de clown liet wel iemand achter, maar onder de grond. Mijn dames en heren, mesdames en messieurs, zes zichtjes in het hout. Die Anne zocht al 30 jaar lang naar een man die zij lachen kon. Maar na Henk, Piet en Kees, Nicolaas en Joop was zij zelf de grap van het dorp. En alleen is zij die avond naar het circus gegaan. De clown brengt een roos, knijpt in haar neus. Marianne werd op slag amoureus. Kom, ai de lieve Marianne, en streel zachtjes zijn nek. We doen het eerst samen. Leg je wang op zijn manen en steek nu je hoofd in zijn bek. En de leeuwen die hebben hun buikje weer vol. Mijn dames en heren, mijn present to you. Ze
Evelien verlangde naar de man die de wereld had gezien. Die haar meenam op reis van Milaan naar Parijs en een artiest bovendien. In de trapeze vannacht de clown en Evelien. Ze vliegt op hem af, maar hij liet haar gaan. En ze kan nog net grijpen, dus ze hangt aan zijn pijpen. Dan begint hij te trappen, om aan haar greep te ontsnappen. Klimt via enkels en schenen, omhoog langs zijn benen. Bijt zich vast in zijn kruis, zijn kloten in kluis. Hij schreeuwt, ach het wee, en stort haast naar beneden. Met zijn volle gewicht, spuit haar. In het gezicht. Met een roos op zijn jas, die geen echte roos was, weer klampt ze zich vast, op gevoel, op de tast. En ze grijpt, weet zij veel, naar een strik om zijn keel. Zo'n strik die kan draaien, het effect laat zich raaien. Slaat het vel van haar knuisten, dus ze opent haar vuisten. Zal dit dan het eind van haar doodsgevecht zijn? Nee! Ze klauwt nog net naar zijn oranjige haar. Maar dat haar blijkt een pruik. Zijn echte is slijk. Okay, zijn jullie er allemaal nog? Dus de clown en Evelien die hangen boven in de trapeze, verwikkeld in een hevig doodsgevecht. En hij, de clown, hij roept... Zapper de flap en hij geeft haar een trap. Dan grijpt ze, het is heus, naar zijn bloedrode neus. En de clown schreeuwt het uit, het afgrijzelijk glijdt van zijn scheurende neusvlees, van neusspier en neuspees. En het bloed regent neer. Noorwegen. En we gaan terug naar Noorwegen. Naar een van mijn, maar eigenlijk de meest bekende klassieke componisten uit Noorwegen, namelijk Edvard Grieg. En hij schreef de Holbergsuite. Daar gaan we de laatste deel van doen. En hij schreef dit in een periode, ja, hoe zeg je dat netjes? Hij schreef het in een periode van grote financiële armoede. Ja, dat was het. Hij was componist en het was moeilijk zijn... familie te voorzien van geld en zo. Het staat ook bekend als de allereerste Griekse crisis. Ik wacht op je. Oké, jongens, jullie krijgen alle. Ja. Geen valse start hier. Oké. Thank you.
gloed nieuw lied voor jullie. We hebben hem niet zelf geschreven. Oh nee, dat gaan we niet doen. We gaan eerst iets anders doen. We hebben wat research gedaan in coronatijd. Toch, Maartje? En we zijn achtergekomen dat er een... volgens nu.nl zijn er echt een record aantal elektrische fietsen aangeschaft. In de coronatijd. En dat inspireerde ons tot het volgende nummer. Ik wil geloven dat ik het zelf kan. Oké, met een beetje hulp. En ik weet het. Maar ik heb geen geduld. En dit is noodgedwongen. Want de wereld om me heen die gaat te snel. En de duinen zijn te hoog geworden. Maar liefje, en ik zie de zee weer. En dat is een tijd geleden. De juiste versnelling gevonden om het leven in beide benen. En zij zit achterom en vraagt me zacht, waar gaan we heen? Ik zeg haar, ik heb geen idee. We hebben accu voor een uur of twee. Op de elektrische fiets. Ze komen uit het niets. Tante Alda uit Aalsmeer. Eén gevaar voor het verkeer. Mevrouw de Vries, de ogen zijn al jaren niet zo best. Gazelle kwam gelukkig als de snelste uit de test. Er is helaas geen goede afloop aan dit verhaal. Ze verwarde vaak haar remmen met haar gaspedaal. Haar einde kwam tegen een muur van beton. Ze lag in 16 stuks in de zon naast haar elektrische fiets. Kwam uit het niets. Haar allerlaatste wens. Een accu zonder grens. En Thea reden dagelijks hun elektrische tandemfiets. Herhaalde waarschuwingen over losse schroefjes, deed ze niet. Het zadel trilde los en het koude staal spieste Thea door haar baarmoeder en darmkanaal. Rakelings langs de nieren, de mild, dwars door de lever, glibberend langs het advocaatje met slagroom in haar maag. Graaf zijn weg door de linkerhartkamer, via de aorta recht de slokdarm in. Door de strotklep verder omhoog, naar buiten via haar oog op hun elektrische tandemfiets. Wanneer zie je nou zoiets? Zon. Want Henk die keek nooit om. En nu komt dus wat ik net vals aankondigde. Het gloednieuwe lied dat wij geschreven hebben. Dus we hebben een beetje stiekem een blaadje mee. Maar het is ons vergeven, want het is vandaag af. En nou, het is van de Russische schrijver Jozef Brodsky. Het is wel eigenlijk toepasselijk op de situatie in de Oekraïne vandaag. En de vertaling is door Anneke Brassing. En wij hebben een melodie opgemaakt op dit gedicht. En nou, komt-ie. Ben je er klaar voor, Maartje? Een soort van, zo klaar als ik kan zijn. Oké. Terwijl jij van je whisky nipt, een kakkelak doodmept. Je kruis krabt terwijl je trekt aan je das.
gaan mensen er aan. In steden met een gekke naam bekogeld en in vlammen staand komen zonder veel besef waarom mensen om. In kleine dorpen, jou onbekend, maar groot voor wie niet eens meer kon schreeuwen of afscheid nemen. Gaan mensen eraan, mensen sterven, terwijl jij stemt op de zoveelste kekke vent, die tot kalm wegkijken maakt. Zo komen mensen om. Ver van je Slavische broeders, om naast ze te zijn een hoeder, waar jouw gerp zich niet wagen. Gaan mensen eraan. Terwijl de heersers chicaneren, zal de geschiedenis zich niet generen, als brandstof in te kopen, degene die kreperen. Terwijl jij atleten ziet winnen, je kind in slaap probeert te zingen of een afschrift na vlooi. Gaan mensen eraan. De tijd, wiens bloed belust de scherpe pen, de slachtoffer schrijft van hen. Die slachten zou jou voegen bij het soort dat moord. Dank jullie wel voor deze gloednieuwe première hier. En ik zou zeggen, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie hiervan vonden. Dus laat het vooral weten op onze Facebook of Instagram. Dat is Maartje Kiene. On the comments below. On the comments below, inderdaad. Hier ook heel erg leuk. Je bent het, maar jij bent het niet. Ik moest even twee keer kijken. Gek dat een mens, hoe ouder hij wordt, niet wat meer op zichzelf gaat lijken. Je bent het, ik heb het nu gezien. Ik had je wat anders onthouden. Zelfde ogen, ja, zelfde mond. En je ruikt nog een beetje naar jou. We hadden niets, maar we misten ook niets. In onze goede jaren, want we hadden elkaar. Want we hadden niks, maar dat gaf ook niks. Want zomers pikte jij appels voor mij. En 's winters zaten we sneeuw op ons brood. Oh, oh, oh. Sneeuw op ons brood. Oh, 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 oh. Het gaat je te goed aan je kilo's te zien. Duidelijk niet veel te lijden, grijzer en wijzer. Je kunt het best hebben, dit zijn nog eens andere tijden. Je vader, je moeder, zijn ze er nog? Krakende wagens, ik weet het. Moest toevallig pas aan te denken, maar waarom, dat ben ik kwijt. We hadden niets, maar we misten ook niets. In onze goede jaren, want we hadden elkaar. Want we hadden niks, maar dat gaf ook niks. Want zomers pikte jij appels voor mij. En 's winters zaten we sneeuw op ons brood. Niet dat ik normaal nog vaak aan je denk. Eigenlijk nauwelijks, eigenlijk zelden. Amper ooit, eigenlijk nooit. Ja, nou ik haast tegen je aanloop, nu wel. Veel gelachen ook in die dagen, gelachen zoveel, hij deed overal zeer. Waarom, dan moet je mij niet vragen, gelachen tot we het niet meer verwachten.
keer praten we bij. Ik ga je onthouden, beloofd is beloofd, want je ruikt nog een beetje naar mij. We hadden niks, maar we misten ook niks in onze goede jaren, want we hadden elkaar. En altijd, altijd waren we bloot, want we hadden niks, maar dat gaf ook niks, want zomers pikte jij op ons. Dat wij afgelopen jaar hebben geschreven. En er volgt er nog één. Want jongens, wie zijn relatie heeft corona niet overleefd? Jullie zijn niet super spraakzaam. Nee, ja. Nee. Het was voor ons wel heftig, want we waren natuurlijk altijd heel veel 's avonds weg. Toen ineens kwamen we erachter, oh, nu zijn we altijd 's avonds thuis. Op de bank met je vriendje. En ineens is je vriendje je ex-vriendje. Zo gaan die dingen. Steeds later licht, steeds eerder donker, de zwaluwen verdwenen. Gordijnen dicht, steeds eerder dronken, je schaduw is alleen. Je spiegelbeeld kan heel goed zonder jou en zonder je verwijt. Altijd spijt de bloemenvelden kort gemaaid. Vakantieliefdes uitgezwaaid. Mooie woorden gegaan. Toen brak voorgoed het najaar aan. Je hebt zijn kleren weggedaan. En nu zit je hier alleen in dit huis van steen, met de hoogste wind die zacht in de koude schoorsteen lacht, midden in de nacht. Je weet niet wat je wil, maar je denkt als ik nu gil, is er niemand die het hoort. Alle mensen slapen samen door. En dan is het spiegelbeeld kan zonder jou de bloemenvelden kort gemaaid. Vakantieliefde zijt gezwaaid. Mooie woorden. Première op gitaar en bas, want in onze voorstelling Speelbeest 2 spelen we deze voorstelling altijd dit lied wat nu komt, dat is met een enorme projectie met dansende ijsberen
op de achtergrond. Maar die hebben we vanavond niet. We hebben wel de prachtige Bethlehemse kerk van Studio 150 op de achtergrond. Nou, vind ik een hele goede tweede. Is een goede tweede. Maar het nummer gaat over prikken. Want ineens moest iedereen naar de hele tijd prikken in zijn neus, prikken in zijn keel. Prikken in alle gaten van je lichaam. En dat is natuurlijk... Sommigen vonden dat best wel heftig. Als je een beetje angst hebt voor naalden en zo. En misschien is die angst niet volkomen onterecht. Even kijken. Deze nou eerst de compleet alleen gitaar? Of, ja. Oké, komt ie. Ik ben bang voor enge dieren, boze heksen en vampieren. Ben nooit in mijn eentje thuis. Hou niet van spuiten en de tandarts, maar nu moet ik van de huisarts naar het ziekenhuis. Om mijn bloed te laten prikken, zit er tegenaan te hikken, zit te trillen als een muis. Ze willen mijn bloed, bloed, ze moeten mijn bloed, bloed. Ik stap in de lift naar boven en word daar opzij geschoven door een stoet van wit geklede vrouwen die enorme zakken sjouwen vol met bloed. Ze werken hard en hectisch en ze lachen antiseptisch en met spoed willen ze bloed. Geef ons jouw bloed. Ik kan niet meer ontkomen en het zweet begint te stromen als ze op mijn adem mikt. Ik zie haar blauwe plastic handen en twee scherpe lange tanden als ze in mijn armen prikt. Stel op het punt om te bezwijken, tot blijde kijken naar de rode druppel die ze likt. Ze fluistert bloed, bloed, meer en meer bloed, bloed. De witte dame sleurt me mee naar haar kamertje. Ik kom langzaam in een trance, zoals in Transylvanië. We dansen door de ruimte in een wilde dode was. En na de laatste draai zet ze haar tanden in mijn hals. Ah! In de lift word ik weer wakker, voel me brakker, slapper, zwakker en verdoofd. Maar de bloed van spiritisme heeft mijn hele organisme van zijn levenskracht beroofd. Ik heb blaren van de was en heb twee gaten in mijn hals en één gedachten in mijn hoofd. Nu wil ik bloed, bloed, geef mij nu bloed, bloed. Omdat we in zo'n mooie kerk staan, dachten we, spelen twee klassieke stukken. En dit stuk hebben we laatst geoefend omdat we met een groot harmonieorkest in Deurne speelden. Toen mochten we Dans Macabre van Cézanne spelen. En nou, dat gaan we vandaag even overdoen. Zeker, zonder harmonieorkest, wel met een accordeon. En dat is eigenlijk ook een soort orkest. In ieder geval, daar moeten we het mee doen. Thank you.
Cantate beate, huburien gati, gamle byn. Och med hatt och fjärar hun, ett vackert syn. På Weiners Weigårdsgate, för att gå matedune. Mellom røyk och gass på Harald Håråde. Tante Ann Beate, zij woont in een straatje in die oude stad. Met hoed en veer slaat ze een mooi figuur. In haar tasje zitten doosjes vol met pitten als duivenvoer. In ochtend mist op Harald Rodes plaats. En met een lege tas die voor de duiven was, gaat ze weer op stap. Op weg naar huis, naar haar oude grammofoon. Die rijdt ze op en ze voelt zich top weer jong en mooi. En ze swingt haar lijf op de tonen van Django Reinhardt. Tante Ann Beate luistert naar haar platen met krassen deuk. En even is zij 21 jaar. Toen zij en Arne Jansen samen gingen dansen in die Angleterre. En iedereen wist hoe Django Reinhardt speelde. En deze stad is niet meer wat die vroeger was. Zegt zij en trekt al haar gordijnen dicht. Geen muziek die swingt zoals het vroeger ging. Alles wat ik heb zijn deze platen. Solo op de bas! Yeah. Play it, baby! That's jazz! En traditiegetrouw is er geen applaus na een bas solo, want niemand zit erop te wachten, laten we eerlijk zijn. Tante Ann Beate luistert naar haar platen nog een keer. En ze veert haar thee met melk, l'absent chausson. Dan terwijl ze inschenkt en nog even nadenkt, zegt ze streng. Vergeet niet ieder lied van Django Reinhardt. Dan zoeken de duiven zelf hun eigen voet. Sankt Peter wacht haar op, daar bij de hemelpoort. En ze krijgt een kus als Django zijn gitaar stemt. Ja, ze krijgt een kus als Django zijn gitaar stemt. Ja, ze krijgt een kus als Django zijn gitaar. Op een gegeven moment, na heel lang, mochten we weer toeren. Dus wij de tourbus weer bij elkaar verzameld, alle instrumenten weer verzameld. Onze technicus gebeld en, nou ja, management overlegd. Nou, en toen gebeurde er iets. Ja, ze zeggen, gebruik je leed in je liedjes. En dit lied is een Franse ballade. Dat betekent dat er ontzettend veel rijmwoorden rijmen op elkaar. Ja, alleen maar twee rijmwoorden die komen steeds terug de hele tijd. En op een gegeven moment zijn ze ook op. Dus dat je denkt, hey, is dat niet een beetje een noodrijm? Dan klopt dat. Dan klopt dat, ja. De Russen doen aan nationalisering. Corona bracht ons land in rep en roer. MeToo'tjes bij de Voice en de regering. Een slaolie tekort ligt op de vloer. De wereldvrede lijkt op zijn retour. We missen echte helden en herauten. En toch scheelt het ons echt geen ene moer. Want onze technicus heeft ons gedumpt voor Tieneke Schouten. Ja, dit is echt gebeurd. Je werkte hard en had ook nooit verkering. Wij merkten daarom niets van de rumoer.
dat dames van een latere datering jou inprikten op onze podiumvloer. Hoe jij dat als een extraatje ervoer en dat je daarvoor nu bent opgezouten. Ze bood je vast een hogere sejour. Nu heb je ons gedumpt voor Tieneke Schouten. Hij kan het ook bij ons thuis zeggen. Ja, hij zei hij had nog nooit twee vrouwen tegelijk gedumpt. En toen zei Maartje recht in haar gezicht. We hopen dat je doodgaat aan de tering. Nu gaan we lekker zonder jou op toe. Wij hebben niemand uit de schuldsanering. Hij is goedkoper dan een ondervloer. Die nieuwe tech, dat is een botte boer. Hij klooit met licht en maakt de domste fouten. Maar was jij niet zo'n commerciële hoer, dan zat je nog bij ons en niet bij die uitgelubberde kut van een Tieneke Schouten. Maar over een paar jaar, mijn beste broer, dan gaat dat wijf haar show opnieuw layouten. Dan zal je hangen aan je eigen snoer, want dan ben jij gedumpt door Tieneke Schouten. Ti 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 Tieneke. Ti 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 ta. We zijn aangekomen bij alweer het laatste liedje van deze livestream. Iedere donderdag, aan het einde van de maand, iedere maand een ander artiest. En wij waren Martje en Kine. Als je denkt, nou, ik zou deze twee juffrouwen wel eigenlijk ook in het echt willen ontmoeten. Wij zijn momenteel door het land aan het toeren met onze voorstelling Speelbeesten 2. Over onze reis door Noorwegen. En vanaf september, op 15 mei spelen we hier in de Kleine Comedie in Amsterdam. Vanaf september spelen we met een nieuwe voorstelling Hoge Noot door het hele land. En dit laatste liedje komt uit de Hoge Noot. Ja, als ik zo in een kerk zit, dan denk ik eigenlijk aan de kerstavonden in Noorwegen. Want dat is zo'n magisch gebeuren. Dan, ja, het maakt niet uit of je gelooft of niet. Op kerstavond zit je als Noor in een kerk en je luistert naar O Helga Natt. Ik kan een klein stukje van jullie voorzingen. O Helga Natt. Prachtig nummer. Vooral als ik hem zing. En hij heet dus O Helga Natt. Maar in de volksmond staat het nummer eigenlijk alleen bekend als die met die hoge noot. En dat komt na elk refrein verder een ontzettend hoge toon. Dat is de hoge G die de sopraan die het nummer zingt moet halen. En dan hoor je al wanneer de bas in de piano begint te stijgen. Dat is hier. Dan zit dus die hele kerk in Noorwegen zo allemaal zo op het puntje van een stoel zich af te vragen. Zal de sopraan deze kerst weer die hoge G halen of niet? En dan moet je je voorstellen, ja, die sopraan die komt op, die is natuurlijk knettertje zenuwachtig. En die moet dan het volgende gaan zingen. En nu komt die hoge G. Hij is behoorlijk ambitieus. Maar als dat lukt, dan gaat er een zucht van opluchting door die hele kerk. En pas vanaf dat moment is kerst voor mij begonnen. Ze af met groot.
giftig aan het schrijven. Het angstzweet stroomt van boven naar beneden. Je kan inmiddels al kanoën door mijn bilnaad. Straks komt hij weer, die gevreesde hoge G. Heeft mijn pianist iets in de gaten? Aan haar domme kop te zien, niet echt. Oh, waarom heb ik dit stuk? We wensen jullie nog een hele fijne avond en hopelijk tot een keer in het echt. Tot later in het theater.